Hey jongens, welkom bij een nieuwe video. Wij zijn in de Westfield Mall en Je neemt die intro voor de tweede keer op. Wauw, dit moet hij zeggen, maar maakt niet uit. Vandaag ga ik mooi stylen, maar kom even dan. Ja. Vandaag gaan we mooi stylen, QC is er ook en duimpje. Doei. Ik ben niet te stylen, ik ben al gesteld. Wow. No stylist! Whatever, man. Jongens, ik hou jullie vast. Weet jullie waarom? We gaan nu naar de Nike Store. En ik heb een ideetje met onze geliefde broeder Mohammed. Okay. Nike, heb je er zin in? Ik heb er wel zin in, ik hoop dat je me recht gaat zetten. Ah, je gaf die box niet. Let's go. Je hebt echt mooie zomerse benen. Dus ik denk dat deze wel mooi staat bij jou. Je maakt een grapje toch? Weet je niet. Bro, hoe ga ik dit dragen? Gewoon? Oké, wacht maar. Ik heb iets leukers. Wauw, dit is precies jouw maat. Dit past mij toch niet, jongen? Crop top. Crop top, nou, maar dit past bij nee, niet. Nee, okay, je hebt kans, het past er echt, hè? Nee, helemaal niet. Ik heb zwarte patas aan. Probeer het op dat te matchen. Nee, ik ben de designer, hè? Wat? Cameraman, niet... ja of nee? Ik vind deze wel lauw, man. Ja, zie. Maar dan moet die bruik ook matchen. Oké, ik ga je gunnen. Deze past wel bij je patas ook. Om vast te schooien. Nee, maar dit is XS, bro. Oh, sorry. Ik ben een grote jongen, ja, toch? Ja, ik was vergeten, sorry. Man, geef mij maat L, joh. Broer, dat wordt hem niet. Welke maat wil je, bro? Mag ik maat S? Sorry. Juist. Hier, maat S. Oei, hij ziet er wel groot uit. Wat een kikkel groot. Kom. Truitje niet? Dat is wel goed koolvoer. Geef mij een Nike Tech broek, hij zegt truitje. Simpel. Ja toch? Ik ben wel bang dat het te groot is, maar daar komen we op één manier achter. Oké, ga passen. Ja toch? Oké, John, hoe denk jij dat de outfit gaat passen op Moe? Ik denk dat hij heeft wel de juiste Nike Tech lichaam. Hij heeft goede lengte, dus als de maat klopt, dan denk ik dat het goed gaat staan, man. Dit is die frisse jongen van boven. Ja, dit is die jongen. Snelle jongen, doe nee. Je moet wel even een mededeling doen aan de dames. Van dat ze gewoon deze video even moeten wegklikken. Want anders gaan ze vreemd op hun... Bij deze. Hij voelt er zo toe, joh. Eerlijk, hij staat maar fris, hè? Jawel, man. Ik dacht, hij is misschien te groot of zo. Nee, man. Probeer hem eens even dicht te doen. Want ik zie je wat het vechten met die. Het lukt echt niet gewoon. Hij heeft twee van die ritsen, toch? Hoor dat. Ik heb nog nooit een Nike Tech in mijn leven gezien. Is per ongeluk. Daarom heb jij als enige twee ritsen. Ik denk, we moeten een Insta-pika schieten, joh. Yusu, alleen die kabel is een beetje moe. Ja, ja. Omdat je weet toch, ze willen niet dat ik ga stelen. Oh, hij is echt gerust, man. Ja. Ik denk dat ik ook zwart wil. Ik vind hem rits om open wel mooier, man. Omdat de dames bijna mijn sixpack zien. Hoe moet dat stoppen met dit? Ja, man. Voilà, waar is mijn telly? Zo. En Nike Tech staat nu wel fris, hè. Kijk, zo gaat dat achter de schermen. Of niet? Hey. Wat denkt deze guy? Yusu. Eerlijk. Jawel, maar ik voel me vandaag. Dames, kom niet in mijn Snapchat, oké? Gevaar zo. Hij heeft een zoals jullie horen wat hij zegt, ja, abonneer gewoon naar Like. Ik ga hem bijen, man. Dat is gewoon geen twijfel mogelijk. John, ik ben blij dat je me goed hebt gezet van alle keuzes die je kon maken, bro. Ja, man. Yusu. Het is gewoon... Wil je die korte broek erbij? Nee, laten we dat gewoon vergeten, joh. Dit is een goed. Laat me nog één outfit voor je pakken. Bij Nike? Ja. Doe wat je wilt. Ja, toch? Zal ik hier wachten? Ja, is goed. Is goed, ik ben hier. Deze? Is dit zeg maar de nieuwe auto van mij? Ja, deze. Hij geeft me pet en zo. Oké, is goed. Dit is nog enige. Hij staat je wel. Hij is wel mooi. Begin die pet van hem niet. Dit is die outfit wanneer je zeg maar gewoon op een poolparty komt. Begin die bachao baby niet en is gewoon spelen. Bro, kijk, luister. Wolla, mijn benen zijn niet droog, maar hij begint te krabben. Wolla, als ik bij jou doe, ook. Kijk, je ziet streep. Ja, toch? Maar op jouw benen was hij echt te duidelijk, man. Ja, hij is niet erg, toch? Maar ik weet dat dit een outfit is om te trollen, want ik weet ook dat, zeg maar, dat ik dit niet ga dragen. En negeer die benen gaan van me, zeg maar, even, want kijk, misschien, bro, dunne benen, maar... Die trui staat je wel echt mooi. Die trui? Thanks, man, thanks. Wauw, we zijn weer buiten. Hij heeft me recht gezet, jongens. Je hebt Chad nog nooit zo fris gezien. Als je me buiten voortaan ziet, gewoon fluiten naar me. Alsof ik een... Hey, hij heeft me echt recht gezet, man. Jongens, ik weet niet van waar zijn zelfvertrouwen is gecreëerd in de Nike Store. Maar dat maakt niet uit. Ga gewoon lekker verder. Ik heb wat meer ideetjes. Oké, jongens, ik heb iets leuks. Bij een mooie outfit hoort er ook een mooie auto. Kijk, hier toevallig hebben we een autowinkel. En nu gaan we gewoon een mooie auto kiezen. Kom op. Waar loopt deze van in? Autowinkel, bro. We gaan auto vinden. Hij doet alsof mijn portemonnee... Hey, it doesn't matter. We gaan het niemand vragen. Kijken welke auto we kunnen. Oh joh, man staat boekje. Hello guys. Yes. Hello. Hello. My friend, I'm sitting in outfit.
Mm-hmm. And today I want to buy him a new car. Okay. Which car is the best one? Man, the best one is this one. Look at it. It's a beauty. Wow. In this car you have the wing doors, you have all the safety, all the style, all the Lamborghini comfort. Look-alike. Yeah. You like this one? Yeah, I like this, but you want to sit in it? Can I sit in it? Go for it, man. All right, then. Yeah. Je krijgt gewoon een nieuwe auto, joh. Wow. Bro, ik mag gewoon in die auto zitten. Ja, hij is binnen fris, man. Hij is super fris. Ja. Wat vind je van die waggie? Ik zeg je eerlijk, hij is fris. Ik zeg je eerlijk, hoeveel kost die, denk je? Sir! Sir, what price is the car? So this one is still not in the market, but because you are a special client, maybe we can let's talk about it. Okay. But yeah, it's gonna be available in the end of this year. This one. Dus je hebt al die waggy voor de tijd dus. Wow. So we can pre-order if you. Yes, sir. Alright. Gaan we het gewoon doen? Waarom niet? Ik zou zeggen, schud hem aan de hand gewoon. Sir, we are gonna buy the car, man. Okay. Alright. So. Hey, close the doors, man. Can I close the door? I'll close it for you. Okay. Have fun. You need a new car, huh? Wow. So, wow. We can talk with the car. Hey. Ik zie nu pas, scope is gewoon open. Maar broek is gewoon te klein. Broek moet maat groter. Deze vind ik eigenlijk niet bij mij passen, man. Dit is niet de chatbot. Dus heb ik gefaald. Ja, je hebt eigenlijk gefaald. Want als we gaan terugkijken naar die Nike Tech, eerlijk, hoe fris was die? Dat is meer chatbot, toch? Of niet? Eerlijk, dat is zo, toch? Cameraman. En NS, eerlijk. Dit is gewoon chatje, bro. Dit is gewoon netjes, zakelijk. Opa was die mooier dan dit. Dit is gewoon Yusu netjes. Ik wil de mensen thuis in de comments even gewoon eerlijk vragen. Vinden jullie dit serieus mooi? Nee, jullie kloten. Ik vind dit zakelijk, Yusu. Ik vind het echt zakelijk. Het is gewoon een andere, kijk, je moet soms uit je comfortzone stappen. Het is gewoon een andere soort stilo. Maar zo ben ik ineens heel anders ofzo. Ja, zakelijk nogmaals. Normaal ben je niet zakelijk, je bent vies. Je hebt niet de juiste shirt eronder en niet de juiste broekmaat. Strak, man. We kunnen buigen, maar niet scheuren, ken je die? Of wel scheuren zelfs. We kunnen buigen, maar niet breken, toch? Hiermee kun je wel gewoon zeg maar naar een nette verjaardag. Gala. Business meeting. Precies, ze zijn inderdaad aan het kloten. Ik ga me omkleden. Kijk, open, laat hem open zien. Je doe je gewoon met even dicht, man, bro. Je bent gewoon met gala's. Hij kan er gewoon heen. Hij krijgt nog allemaal een kijk, kijk, groep gaat niet dicht, ken je die? Oh, ik hoef dat niet per se te filmen, dan. Grappig. Zie jij even dicht. Ik begin het shirt te eroverheen. Ah, die shirt echt. Ja. Hij is zo maar. Hij zo. Ja, toch. Kijk, je moest hem. Eigenlijk kon je nog een chain te hebben, zo. Alleen die witte shirt klopt gewoon niet maar goed. Oké, ga maar weer. Lekker hemd. We gaan wat anders zoeken. Is ook volgens mij. We gaan wat anders zoeken. Dit is de juiste broek. Hou vast. We gaan de bovenkant voor je fixen. Wolle, wat ziet hij mij? Weet je zeker dat dit mij gaat passen, zeg maar? Zoals je in het begin zei van de video. Jij moet niet veel takken, je moet gewoon raken. Hij houdt vast. Dit is outfit 1. Let's go. Ga maar alvast naar Pascal. Hij geeft me ook gewoon die. Hij geeft me gewoon die schoen. Ja, bro, zo'n frisse papa. Ga maar alvast naar Pascal, bro. Kom met andere kleren voor je daar. Fris, man. Ja, man, ik kan niet van je, man. Nou, waar ga je met deze auto? Ik denk we moeten binnenkort naar Dubai of zo, Bali of zo. We liggen zo nog aan het strand. Het werkt niet zo. Het werkt, hè? Niet zo, het werkt. Niet zo. Normaal gesproken ben ik zo'n wijde broek niet gewend of zo. Bro, in ook gewoon eerlijk. Maar nog met witte Air Force. Dit is gewoon Daily Paper model tijd. Yusu, dit werkt. Rustig niet wat uit. Hallo. Hey jij daar, vond je nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Volg me op alle socials. En wil je zien hoe we volgende keer Moze auto gaan rijden? Laat weten in de comments. En hey, ik zie je volgende zondag. Skusku, pull up in je serie. Ik ben mama jongens van Saleria. Ik wil je zetten in Louis Vuitton.